het plannen van een muziekprogramma door de tijd heen, daar moet je een onderscheid maken in een aantal dingen. Om te beginnen het jaar. Het jaar heeft natuurlijk een aantal perioden. De belangrijke periode is natuurlijk de kerstperiode. Dan heb je natuurlijk de mogelijkheden om te zeggen van ik wil in de zomer een ander muziekprogramma dan in de winter. Ja, wij kijken toch al naar het thema van de muziek in de tijd van het jaar. Zo is een zomerse plaat leuker in de zomer dan in de winter. En met kerst hoort ook een beetje jingle bells door de speakers heen te komen. Waar je sowieso wel rekening mee moet houden is een weekindeling. Het is bekend dat in de retail, en dat iedere retailer weet dat van zijn eigen winkel, op welke momenten is het druk en op welke momenten is het niet druk. Dan moet ik dus op de koopavond bij voorkeur een ander type muziekprogramma spelen dan op de dinsdagochtend waarbij ik heel veel huisvrouwen heb. In de meeste gevallen is het mogelijk dat de leverancier een indeling maakt waarbij die zegt, nou, op dinsdag heb je die muziek, op woensdag heb je die muziek, op zaterdag heb je weer een ander type muziek. Zo kun je eigenlijk door de dag en door de week heen kun je een muziekprogramma maken wat eigenlijk afgestemd is op jouw specifieke doelgroep en jouw specifieke situatie.